Volgens mij begrijpt hij het, denk ik. Dan ga ik nu zeggen, ik schiet jou kapot. Dit klinkt echt heel heftig, dit. Dit klinkt echt heftig, ouwe. Jezus. Dat snap ik. Want het is ook niet fijn als je dit allemaal zo te horen krijgt in één keer. Midden in je slaapnacht of zoiets. Of midden in je quarantaine nachten, hè? Damn. Hij vindt het wel heel raar. Gast, ben je een irritante kijker? Hij vindt zijn eigen kijkers irritant. Wat is dit dan, zeg? Jezus. Haha, succes, zegt hij. Het is wel enge shit, man. Hoe gameprals... No way! No way! No fucking way! No way, no way, no way! Het is gewoon op! Oké, ik zou me oppassen. Oftewel, ok. Ik zie jou, denk ik, zitten. Oh my god, hij ziet me zitten. What? What? No way! No way! Ik moet hem erop... Oh my god, ik zat toen net zo, 10 minuten geleden, voordat ik deze video ging opnemen. What is up, dames en heren? Welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video gaan we een lyrics prank uithalen. We gaan dit keer een lyrics prank uithalen op Gameballs, oftewel Joran. Ik heb hem ook Gameballs genoemd op WhatsApp. Maar voor we verder gaan, mensen, like even deze video in 3 seconden tijd. Want anders komt de horror Gameballs naar jouw huis toe. Kunnen we in deze video ook een keertje voor de 3000 likes gaan? We weten dat we de 2500 likes kunnen hebben, de 2000 likes. Maar wat nou als we een keertje de 3000 likes gaan? Als dat lukt, mensen, zijn jullie een stel eindbazen. Dus ik zou zeggen, ram erop, want het is super leuk om te doen. En ja, als ik plezier heb, moet jij dat ook hebben. Is gewoon verplicht, bro. Maar goed, maakt helemaal verder niet uit. Mensen, vergeet even niet te abonneren op dit kanaal met het belletje aan. En zorg ervoor dat je bijvoorbeeld op social media, @elanagoff op TikTok, @elan3006 op Instagram. Wij gaan lekker beginnen met de video. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan een prank op zijn eigen nummer. Brawl Stars Rock. Laten we even intypen Brawl Stars. Ik kijk wat hij zegt. Want het is best wel random als iemand dat in één keer tegen zegt. Dat kan ik heel goed begrijpen. He? Hij denkt dat hij een of andere kutcoder is die dat dit type is. Maar dat zal wel niet. Oké, okay, hij staat op grijs. Ik ben benieuwd of hij het gaat lezen, mensen. Maar ja, het is gewoon gek, man. Dit. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Wat gaat hij zeggen? Oh, hij heeft hem op blauw gezet, mensen. Oh, maar hij is aan het typen. Wat gaat hij zeggen dan? Ja, hij is nog meer aan het typen. Wacht, ik ben echt benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik heb gewoon zijn nummer ergens gekregen. Ik heb gewoon van een vriend gekregen. Dat is een leuk spel, haha. Brawl Stars. Gewoon lekker random doen. Ik ben benieuwd wat hij erover gaat zeggen. Een normaal YouTuber zou je gelijk blokkeren. Huh? Hij snapt het niet. Oké, okay, Brawl Stars Rock. Lekker random, ik hou hiervan. Hij snapt toch geen ene reuk meer van, weet je. In plaats van dat hij... Oh, haha. Volgens mij begrijpt hij het, denk ik. Dan ga ik nu zeggen, ik schiet jou kapot. Dit klinkt echt heel heftig, dit. Dit klinkt echt heftig, ouwe. Jezus. What the fuck? Ja, snap ik. Ik snap dat hij dit zegt. Waarom? Lol. Met mijn knokker, Brock. Oké, dit is gewoon hilarisch hoe hij nu al reageert. Gewoon puur dat het best wel heftige lyrics is. Hahaha. Oké, hij snapt het al. Hij snapt de grap. Nou, Brawl Stars Rock. Dat ga ik nog niet nog een keer zeggen. Ik ga keihard winnen. Ben jij zo goed dan? Ja, ik ben zeker goed. Maar dat mag ik niet zeggen tegen hem. Dus ja... Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben gewoon een goede jongen. Ik ben gewoon een keiharde winnaar, weet je. Of een winnaar, winnares. Nee, geen winnares. Dat is best wel pretty awkward. Oeh, ik ben benieuwd, man. Nou ja, wilt hij Brawl Stars spelen? Dat zou heel vet zijn. Want Leon, die doet mee. Hoppa. Wat moet hij hierop zeggen dan, als Leon meedoet? Hij heeft één vinkje. Zijn internet is waarschijnlijk poep. Of mijn internet is poep. Ik weet het. Oh, daar. Oei, haha. Zo. Ja, als Leon meedoet, dat is één grote bedreiging voor Joran. Ik weet het. Goed, ik ga nu zeggen, ik speel Brawl Stars vaak. Oké, okay, hoewel het natuurlijk uit een random hoek komt, betekent het niet, ja, dat hij dat niet begrijpt. Hij typt heel snel, moet ik zeggen. Hij leest het gewoon. Nice. Ik ook. En dat doe ik niet alleen. Oké, okay, wat gaat hij daarop zeggen? Hij moet toch zijn eigen nummer herkennen, zou je denken. Maar blijkbaar is dat niet zo. Maar ja, hij stapt er geen ene ruk van. En dan zegt hij, ik ga dan naar mijn vriend. Hij denkt waarschijnlijk dat het een hint is dat ik samen met hem Brawl Stars wil spelen. Maar die hint bestaat helemaal niet. Dus ja, in principe is het geen hint. Zo, we beginnen bijna van te kuchen, jongen. Dat is wel duidelijk, hè? Laat trouwens in de reactie achter wie we de volgende keer op moeten pranken. Oké, okay, wat is dit? Lol. Oké, okay, en neem mijn tablet mee. Wauw, even lekker. Hij stapt er geen ruk meer van gewoon. Hij vindt het gewoon grappig. Hij is wel echt een lachman, weet je. Kan niet, hè? Hoezo kan dat niet? Dan spelen we onver... Nee, dat klopt niet helemaal. Met Mortis in ons team. Met deze quarantaine dagen. Nee, dat klopt. Hij heeft wel gelijk. Met Mortis in ons team. La 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 la. Gekke shit, ouwe. Jezus. Ah, kijk, hij begrijpt dit wel een beetje, denk ik. Dan zijn we onverslaanbaar. Nou, ja, gaat lekker hoor. Wat gaat hij hierop zeggen dan? Hij weet het waarschijnlijk niet eens zelf, maar goed. Het is lekker awkward en daar hou ik van. Want hij moet er gewoon geen ene ruk van begrijpen. Oeh, ben benieuwd. En spelen
Sublime. Oké, en als ik dan de volgende lyrics zou moeten bedenken, is het weer gewoon het refrein, maar ik ga dat niet herhalen. Dus ja, huh? What the fuck? Dat snap ik, hij begrijpt geen ruk van. Wat is dit? Lol. Hij is allemaal raar aan het typen. Hij vindt het waarschijnlijk niet zo heel leuk meer. Ik snap het niet. De volgende lyrics. Maar soms gaat het ook fout. Ik weet niet, hij gaat daar wel erg geïrriteerd raken, denk ik. Hij heeft zoiets van, what the fuck is dit? Ja, snap ik. Want het is ook niet fijn als je dit allemaal zo te horen krijgt in één keer. Midden in je slaapnacht of zoiets. Of midden in je quarantaine nachten, hè? Damn. Hij vindt het wel heel raar. Gast, ben je een irritante kijk? Hij vindt zijn eigen kijkers irritant. Wat is dit dan, zeg? Jezus. Godverdomme, zeg. En speel ik niet zo goed. Oh my god. Dit is gekke shit, hoor. Oh my god, zeg. Wat gaat hij hierop zeggen? Gast. Nou, dat vindt hij niet zo leuk. Ik merk het aan zijn toon. Hij vindt het niet leuk. What the fuck? Dit is weird. I know it is weird. Het is gewoon gekke shit. Dan liggen er weer mijnen. Oké, waar gaat hij? Zo, hij wordt echt geïrriteerd nu. Het is echt niet de bedoeling. Sorry, Joran. Sorry. Ik weet, je kijkt deze video, maar ik weet dat hij het ook weer niet zo heel erg tof vindt. Ik zit weer lekker te hard te schreeuwen terwijl mijn moeder aan het slapen is, maar ik heb gewoon een beetje scheid eraan, hoor. En nee, het is gewoon rustig. Bro, ik stop anders mijn onder... Oh my god. Oh my god. Nu ga ik zeggen hier onder mijn voet. Ik heb gezegd hier onder mijn voet. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Haha, succes, zegt hij. Ja, het is wel enge shit, man. Hoe gamepraat... No way! No way! No fucking way! No way, no way, no way! Het is gewoon een horror! Dit is gewoon horror, Gameboss! What the frick? Hij veranderde gewoon uit zichzelf, mensen. Dit gebeurt er dus als je om 3 uur 's nachts contact ziet met hem. Ja, dit is echt heel eng. Oh my god. 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 Dit is super raar. Ik ga gewoon verder. Ik ga gewoon verder. Wat? Ik moet in mijn rol blijven. Dat komt... door stomme Bo. Nou, my god. Het is... Ik heb er echt niet aan zien komen dat er gewoon een horrorversie is van Game Balls. Even serieus. Ja, hij zegt, ja zeker. Ja, Bo is die boogschutter, hè. Dat weten ze zelf ook wel. Oké, ik zie hem daar al staan. Oh my god. Ik zeg te vaak, oh my god. Maar vind je het gek? Als dit in één keer gewoon random gebeurt. Gewoon boom. Klak, tjakalakalaka uit. Helemaal uit het niets, hè. Super rare shit dit. Ik kan gewoon niet. Oké, ik zou me oppassen. Oftewel, ok. Ik zie jou, denk ik, zitten. Oh my god, hij ziet me zitten. What? What? No way. Huh? No way. Ik moet hem erop... Oh my god, ik zat toen net zo, 10 minuten geleden, voordat ik deze video ging opnemen. What the freak, dus hij heeft het al de hele tijd door. What the heck? Oh my god, hij stuurt gewoon een foto van dat ik daar gewoon zo zit. Ik vind het heel raar dit. Ik snap hier dus helemaal niks van, mensen. Ja, ik... Huh, waar is hij dan? What the freak? Waar is hij? What the fuck ben jij dan? Oh my god. Kijk maar onder je bed. Wat moet hij dan zien? Daar is helemaal niks. Serieus, daar ligt een cadeau. Maar wat voor cadeau moet dat dan liggen? Even kijken hoor. Hé. Hey. De mijne misschien? Welke mijne? Dat kan niet. Oh, die ik net zei. Nou, ik zie hier iets. Het is een zak. Mensen, ik vind het een snoepzakje of zoiets. Wat zit daarin dan? Eww. Oké dan. What the heck, guys. What the heck. No way. No way. Kijk wie me belt via WhatsApp. Het is de Horror Game Balls. We gaan hem even opnemen, mensen. Want ik wil echt weten wat hij te zeggen heeft. Yo. Dat had ik net al gekeken. Dat was een snoepzakje. Dan moet je goed kijken, want er liggen allemaal mijnen. Ja, daar heb ik heel goed naar gekeken. Geloof me, ik zie daar geen mijnen liggen. Kijk anders dan later in het bos. Oké, ik moet eens in het bos kijken. Maar waar ben jij dan eigenlijk? Je hoort alles. Ik zit nog steeds in jouw kamer. Oh my god. Misschien ben ik wel onzichtbaar. Oh my god. Geest, ben je daar nou? Misschien. Oké, ga voor de volgende keer om 3 uur s'nachts naar het bos. 3 uur. Ik ga allemaal cadeautjes. Oh my god. Oh my god, 3 uur, gasten. Super laat. Ja. Hij heeft gewoon opgehangen, gasten. No way. No freaking way. Oké, mensen. Dit was super scary. Ik hoop dat je deze video had geliked, mensen. Vergeet even niet te abonneren op dit kanaal. Want mijn mind is blowing freaking up. En ik zie jullie weer bij een nieuwe video. Like. Kunnen we de 3000 likes halen? Abonneren, reageren. Wat er komt er een vervolg. En volg mijn social media. @Laan of TikTok @Laan 3000 op Instagram. Later.